Man, oh, sloeg mijn hart even over. Kijk eens wat ik gevonden heb. Oh, wauw, dit vind je bijna nooit. Kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En wat is het een lekker weer. Ik moet allemaal knijpen met mijn ogen. Het is echt super mooi weer. En ik zit echt in een super mooie natuur. Ik loop wel een beetje gevaarlijk. Nou, heel klein beetje maar. Ze zijn hartstikke lief. Mijn eerste vondst is een stuk kooltjestang. En dat is een goed teken. Want als dit er ligt, dan ligt er vast ook meer. Ik ben vandaag voor het eerst met de allernieuwste quest. Die gaat binnenkort uitkomen. Echt heel binnenkort, want ze zijn al onderweg naar Nederland. Maar ik ga hem jullie even laten zien. De nieuwe Quest X10 ID Max. En het leuke is dat die vernieuwd is. Een nieuwe interface. Wat extra functies erbij. Het ligt een beetje aan in welke modus je zit. Een vernieuwde steel. Echt super mooi. Telescopische steel. Super mooie stabiele schotel. Ook groter als de vorige X10. Vernieuwd handvat met een ander soort grip. En ik ga vandaag kijken wat hij doet. Ik heb alleen een heel klein beetje ijzer uitgediscrimineerd. Ik loop op een sensitivity van 92. En ik liep op field. Dat is hem. Ja, jij bent ook nieuwsgierig, hè? Ik vind wel dat jij hele grote horens hebt. Het voordeel is dat ik er altijd tussen zit. Nou, ik ben weer vondstend uit graven. En die zit in dit kluitje. En het is een stukje lood. Of is het een speelgoedpaardje? Nee, het is echt een stukje lood. Ja, dat zit er ook tussen. Echt heel veel storing hier. Maar als er een echt signaal is. Dan pakt hij het wel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het beentje is uitgegroeid tot twee beentjes. Hier zie je een pijl en boog. Hier zie je een armpje. En hier zie je een soort gezichtje. Met van die krulletjes haren. Dus het is een engeltje, een soort cupidootje. Ja, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het is een beetje jammer, want het is helemaal verkrummeld. Maar het is volgens mij van zo'n kapiteinspet. Of een, in ieder geval een zeevaarderspet. Of een soort insigne. Hij is helemaal... Naar zijn ratsbedee. Dat is zo leuk, hè? Je ziet hier al de verkleuring al. Ik heb nog helemaal niet met mijn pinpointer eroverheen gegaan. Maar je ziet hier al dat het, ja, het is anders afgebroken als de rest van de kluit. Je ziet hier wat krummelig. En je ziet wat verkleuring. En dat doet veen heel graag. Een beetje verkleuren. Die neemt een beetje het gevalletje wat hieronder ligt, neemt het een beetje over. Het groeit een beetje in elkaar. Nou, ik kon er al donder op zeggen dat daar wat lag. Wat, weet ik nog niet. Ik denk een soort gesp of zo. Ja. Het is wel iets van een gesp of iets geweest. Want er zit ook een soort oogje zit erbij. Maar dan moet ik hem uitvouwen en dan is hij stuk natuurlijk. Zo, en nu weet ik helemaal niet meer wat het was. Oh, wauw, dit vind je bijna nooit. Deze vind je wel heel vaak. Deze vind je bijna nooit, maar soms, bij toeval. Dit is steen, vuursteen, flint. Dat lood wat er omheen gevouwen zit, dat is de houder daarvan.
En dat was voor een musketgeweer. Zwartkruid of musket. Laten alle wapenkenners zich er maar eventjes over uit in de comments. Dit zat vast op een geweer. En een hamer sloeg hier langs. Dan kwam er een vonkje van dit steentje af. En dat zorgde voor de ontsteking van je geweer. En deze is prachtig versierd. Het is echt superleuk dit. Dit is echt een leuke vondst. Superleuk. Niet echt de vondst die ik wilde. Een stuk aluminium. Nou, de vondst maakt op zich niet zoveel uit nu, maar wat ik wilde zeggen is dat tot nu toe bijna alles wat ik gegraven heb lag dieper als een steek diep. Dat zegt iets over de grond hier. Dat zegt dus dat de vondsten lekker diep leggen. Maar dat zegt ook iets over de X10. Dat die toch echt wel zijn mannetje staat. Hij doet echt wel zijn best hoor. Leuk. Dat is leuk. Een hondenpenning uit 1912. Dat is echt superleuk. Ik weet eigenlijk nog niet welk wapen het is. Dat moet ik eventjes opgoogelen. Ik weet natuurlijk ook niet alles uit mijn hoofd. Is het 1912? Ja, 1912 of 1902. Misschien wel 1902. Leuk. Hondenpenning. Tijd geleden. Ik begin het ondertussen zo'n leuk veldje te vinden. Dat elke keer als ik graaf, dan gooi ik mijn schep daar neer. En mijn metaaldetector die kant op. En mijn pinpoint de andere kant op. En gauw eruit pakken wat erin zit. Want misschien is het wel wat leuks. Nou, dit is een paardenbel of een crotalbel. En die past heel goed in de tijdsbestek van de dingen die ik de hele tijd vind. Leuk. Hij is alleen wel stuk. Oh man. Oh, sloeg mijn hart even over. Kijk eens wat ik gevonden heb. Een zakhorloge. Een zilveren. Een zilveren zakhorloge met de wijzerplaten nog in. Oh. Vorige keer dat ik op zoek was, had ik een Rolex en nu heb ik een zakhorloge. Nou, deze vind ik nog wel mooi, hè? Want deze is echt. En die Rolex die was hoogstwaarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid niet echt. Oh, wauw. Oh, wat super gaaf dit, zeg. Super gaaf. Ja, in deze zit ook water. En het glas is helemaal naar zijn gruzelementen. Dat is wel jammer. Want zie dat maar weer eens te maken. Misschien dat ik hem wel gewoon schoonmaak en het glas er weer in lijm. En dat ik hem gewoon authentiek houd. En dan hoop ik dat hij een beetje zo blijft. Dat denk ik wel, want hij is zilver natuurlijk. Maar ik bedoel, de klok erin. Die kan natuurlijk ook helemaal dicht gaan, of dik gaan roesten. Maar wauw! Super gaaf dit! Dan moet je kijken hoe zo'n klok binnenkomt. Helemaal niet zo gek geweldig, maar dat komt omdat er natuurlijk allemaal ijzeren dingetjes in zitten. Ja, en dat zilver dat overheerst dan, dus daar pak je hem op. Maar je merkt dat er wel verstoring in zit. En dat komt gewoon echt puur omdat er allemaal troep in zit, wat niet van zilver is. Super gaaf dit, echt zo leuk. Kijk eens, wat een joekel van een munt. Niks meer op terug te lezen, maar aan de grootte en de dikte denk ik dat het een Engelse munt is of een ore. Misschien dat als ik hem thuis schoonmaak dat er nog pijlen op te zien zijn. En dan gaat het om een ore. Die worden wel vaker gevonden hier. En anders zou ik het even niet weten, want zo kan ik niks zien. Het is in ieder geval een joekel van een munt. Soms tref je wel eens van die veldjes dat je gewoon altijd wat leuks vindt. En nou had ik natuurlijk allemaal al leuke dingen, maar kijk. Dit is de afdruk. Het is trouwens geen munt hoor. Maar kijk, dat is toch leuk. Ik weet nog niet eens wat erop staat en ik vind het al leuk. Oh, het is, er zit een hele dikke voorstelling op. En op de achterkant
Weet je wat, ik ga hem even in de sloot afspoelen. Dan ga ik even kijken of ik het een beetje zichtbaar kan maken. Dat is wel zo leuk voor in de video, toch? En anders komt hij hier wel boven in de hoek. Als ik het niet hier voor elkaar krijg. Nou, aan de ene kant staat iets met Christus Maria in een kruis, een soort tekst. Dat kan ik nu nog niet zo heel goed lezen. Daar moet ik echt een fotootje van maken en dan uitpluizen. En aan deze kant staat een afbeelding van twee mensen op een stoel en iets wat erachter staat. En ja, ik laat nog eventjes in het midden wat de afbeelding is, want het kan natuurlijk een heilige Christoffel zijn of het kindje Jezus. Of... Het is in ieder geval een heiliganger. En als de dag nog niet compleet genoeg was, hebben we nog een armenring ook. Tenminste, het schuilt een beetje tussen een armenring en een goede ring in. En dat komt omdat die best wel grof is voor een armenring. Maar het is wel gewoon koperkleurig. Maar het is niet een vulringetje of een gordijnring. Het is echt wel een draagring, een sieraadring. Leuk! Mission complete. Nou, ik heb een super dag gehad. Ik heb wel naar huis. De Toy Soldier, dat was waar we nog op aan het wachten waren. Ik heb echt een super complete dag. Het is mooi weer. De natuur is mooi. Er staat een klein briesje, dus het is niet al te warm. Mijn vondsten zijn super en mijn metaaldetector doet alles wat ik wil. Wat wil je nou nog meer? Kunnen mensen tevreden zijn, hè? Je merkt dat je op zo'n dag als vandaag, als het zo goed gaat, dan merk je gewoon dat je een beetje hebberig wordt. Maar je moet wel de tijd nemen om even wat te drinken en even te gaan zitten, want het is natuurlijk ook gewoon een hobby. Nou is het voor mij wel eventjes een mooi moment om even jullie aandacht te vragen. Voor de mensen die nu kijken en niet geabonneerd zijn, druk dat belletje in. Druk dat abonneerknopje in. Laat lekker een reactie achter. En kom bij de community. Word lekker lid van de Toy Soldier. Het is gratis. En ja, ik probeer altijd zo leuk mogelijk video's te maken. En als de tijd daar rijp voor is, probeer ik ook altijd wat leuks weg te geven aan volgers. Ik heb iets heel leuks op de plank leggen. Maar ik wil eigenlijk eventjes wachten tot ik gewoon wat subscribers erbij heb. Anders kan ik op een gegeven moment iedere week wel wat weggeven. Maar de subscribers gaan niet zo hard. Dus voort wat hoort wat. Als jullie lid zijn, dan ga ik weer wat weggeven. En geloof me, het is best wel een leuke prijs. Ik heb hem al opengemaakt, dus ik weet wel wat erin zit. Maar ik vind het toch leuk om het even samen te doen. Ik klap hem even open. Dat is toch leuk, hè? Prachtige versierde gesp. Mooi, hè? Het zijn die kleine dingetjes die je ook vrolijk maken. Het hoeven niet alleen maar hele grote topvondsten te zijn. Zo'n klein gespje vind ik ook heel erg leuk. Gaat mijn laatste gaatje worden van vandaag. Dan ga ik daarna lekker naar huis. Ik ga honger te krijgen. En je moet ook een keer tevreden zijn natuurlijk, hè. Ik moet doorgaan tot het donker is en weet ik veel wat allemaal. Maar we kunnen er ook voor kiezen om nog een keertje terug te komen. Dan laten we gewoon nog wat leggen voor de volgende keer. En ik bedoel, het ligt er al 100 tot honderden jaren. Dus... Hé, hey, dat is gek. Daar ligt het. Alleen daar nog een beetje dieper. Een beetje ruim uitgraven, want ik weet natuurlijk niet hoe groot het is of wat het is. Je wil het niet stuk maken.
Zo. Oh. Nou, dat best stuk gemogen. Ja, heel veel vondsten heb ik niet gefilmd. En dat zijn allemaal van dit soort dingen. Ja, hebben jullie niet zoveel aan om naar te kijken. En ik heb er ook niet zoveel aan. En ik ga ervan uit dat jullie ondertussen wel weten dat 70-80% van je vondsten echt troep is. En dan 15% is leuk. 10% is bovenleuk. En dan hou je nog een paar procent over die echt extreem leuk is. Dus, maar zo werkt de hobby nou eenmaal. Hey, als jullie er nou voor zorgen dat hier niemand komt. Afgesproken? Gaan jullie ervoor zorgen dat hier niemand komt? Dan kom ik de volgende keer weer lief hier zoeken. Afgesproken? Nou ja, in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje achter te laten. Ik ben helemaal een beetje moe van het graven. Ik heb echt heel veel gegraven. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.